Het coronavirus houdt China nog steeds in zijn greep. Ouders van Surinaamse studenten in China zijn bezorgd en hebben dit tijdens een informatiebijeenkomst ook laten blijken. De regering is echter ook alert voor wat betreft het welzijn van deze groep Surinamers. Het leger heeft ingezet om eigenlijk deze vorm van gezondheidsdreiging de kop in te drukken. Dat is een hele grote geruststelling, omdat ik denk dat het ook meebrengt een stukje zekerheid in de rest van de wereld. Want was het in Zuid-Amerika gebeurd, of in misschien Afrika, of elders in de wereld, dan hadden we misschien een andere reactie gekregen. Het betekent ook dat wij, zoals de woorden van de wereldvolksgezondheid, de baas, die zeggen, moeten zorgen ervoor dat ons land, onze regio, onze regio's, zoveel als mogelijk gevrijwaard blijven van het virus. Het is een groot geopolitiek spektakel op dit moment, omdat alle landen in actie zijn gekomen. Tegelijkertijd een samenspel, een stukje solidariteit en unity dat nodig is om gefocust in een crisis het hoofd boven de water te houden. We vinden het belangrijk dat we persoonlijk met u praten, omdat wij begrijpen dat u als ouder, als familielid, als betrokkenen heel erg geïnteresseerd zal zijn hoe de overheid ernaar kijkt. En we willen helemaal de indruk wekken dat we iets aan het toeval overlaten. Ik kan me best voorstellen dat u zich enorme zorgen maakt waar uw kind, uw dochter, zoon, zo ver van u is. Maar vandaag heb ik nog met de Chinese ambassadeur, hij was op audiëntie bij mij, heb ik met hem gesproken. En natuurlijk was het grootste deel van het gesprek coronavirus. Hij heeft me gegarandeerd dat de regering van China al haar buitenlandse studenten en andere deskundigen die ze daar in China hebben, extra aandacht voor extra instructies, zodat er een minimale gevaar dreigt. Ik begrijp u als ouder, want als mijn kind of kleinkind daar zou zijn, zou ik me ook enorme zorgen maken. Maar collega, USA heeft het al gezegd, China is in staat het probleem op te lossen. Dat heeft de WHO verklaard. En de WHO gaat niet zomaar verklaren als ze niet het vertrouwen en aanwijzingen hadden dat het probleem opgelost kan worden door China zelf. Ik garandeer u ook juist niet dat als uw kind naar hier komt, dat ze het coronavirus niet gaan oplopen. Want het is een wereldprobleem geworden. Gelukkig heeft Suriname het nog niet tot op dit moment. Maar de kans dat wij het ook binnenkrijgen is natuurlijk groot. En als je uit je omgeving gaat, daar kan mijn directeur u meer vertellen, zij is de deskundige op het ministerie, is de kans juist groot dat uw kind het onderweg naar hier juist gaat oplopen. Ze moeten juist met de instructies die de Chinese regering via de school, via de universiteiten geeft, in hun omgeving blijven. Dat wil niet zeggen dat ik u zeg, haal uw kind niet naar hier, maar u hebt geen enkel garantie dat als uw kind naar hier komt, ook niet besmet gaat worden. Ik wil delen met de andere ouders wat zij met mij heeft gedeeld. Want ik denk dat het toch belangrijk is dat we met elkaar delen en onze studenten, dat ze met elkaar in contact blijven. Er is een groepsapp en niks is zo prettig als je met elkaar kan communiceren wanneer je ver weg bent. Ik praat ook uit ervaring als buitenlands, als bursaal, ex-bursaal. Ik zat op Jamaica, daar hadden we toen geen virussen, maar zoals de directeur het heeft aangegeven, wel rampen. Zoals hurricanes en dat soort zaken. Ik deel dat ook met mijn dochter, dat zijn mijn persoonlijke ervaringen. Maar ik wil ook zeggen dat onze studenten, het is moeilijk, want je blijft op de campus alleen. Dus op een gegeven moment komen inderdaad de muren ook op je af.
dat is ook duidelijk aangegeven. Maar als ouder, als familie, probeer je met ze in contact te blijven met de technologie die we nu hebben, FaceTime, om met ze te praten, om ze ook moed in te blijven spreken. Want uiteindelijk weten we ook dat wat China allemaal kan en wat hun potentie is. Dat is zeer zeker. En een ander ding, dat van de campus, het hangt er van campus tot campus hangt het af. Zij is waarschijnlijk al wel iets kleinere, waar er dus geen supermarkt is. Dus zij moest bijvoorbeeld gisteren naar buiten, want ze had geen voeding meer. Dat bedoel ik geen voeding, maar er wordt afgeraden vers voedsel. En ze kocht toen wel eieren, ze is naar een Walmart gegaan, want dat raden je ook aan waar je naartoe moet gaan, om naar de internationale ketens te gaan, zodat je wat minder risicofactoren hebt. Ze is met een taxi gegaan in plaats van ander openbaar vervoer. En de taxichauffeur sprak haar ook moed in, want ze was echt bang ook. En heel veel vragen stellen en hij zegt, mevrouw, ik zit met elke dag, zijn er duizenden mensen die we transporteren in de taxi. We hebben ons kapje aan, daar zou ik het als eerst moeten krijgen. Dat gaf de taxi eraan, dus ze raakte een beetje gerust. Dit is een ervaring die ik deel. Zo zullen andere studenten ook meerdere ervaringen hebben. Maar dat onze studenten wel die ervaringen op de app. En ze worden ook, denk ik, via de ambassade en andere studenten geïnformeerd op dagbasis wat de feitelijkheden zijn. Niet de rumors die de ronde doen. Want als ik er vraag, maar heb je zoiets goed? Zeg ze, maar je moet alsjeblieft niet naar dat soort zaken luisteren. Want het is totaal anders hier. Dat zijn de opmerkingen van mijn dochter. Ik ben ook moeder. Ik maak me echt zorgen. Ook de familie ondersteunt om met haar in contact te blijven als ik dat niet op de gezette tijden kan vanwege tijdsverschillen. Ook is er aangegeven dat de ambassade haast elke dag contact met ze heeft. Ze hebben ook vandaag een document voor ons opgestuurd waar de ambassade regels voor ze heeft geplaatst, los van de Chinese overheid. En ze zeggen zelf dat ze het goed maken. Ik heb ook inderdaad geen enkel ouder op bos gehad. En ik heb ook geen enkel student gehoord die zich ongerust maakte of zei dat die terug wilde. Het was allemaal voor hun eigen bestwil dat ze daar zijn. En ze houden zich aan de regels. Er zijn om en bij 43 studenten van Suriname in China. En de WHO heeft aangegeven dat China de zaak redelijk onder controle heeft. En ik denk dat dat een hele geruststelling is. Ik wil benadrukken dat we, wanneer we praten over China, dat we praten over een land dat in staat is om een ziekenhuis binnen 10 dagen uit de grond te stampen. Wat dus betekent dat China veel mogelijkheden heeft. Veel meer dan wij zelf hebben om de zaken te handelen. Wij hebben daarnet aan de ouders meegegeven dat het beter is, zeker in deze fase, dat de kinderen daar blijven. In plaats van die risicovolle reizen te ondernemen. We hebben geen rapportage van zieke studenten. Onze studenten zijn goed en wel. We hebben zelfs 2 studenten in het rampgebied, Wuhan. 1 is een student die via onderwijs is gegaan. De andere is uit eigen houtje gegaan, maar beide studenten maken het goed.